Are you ready? Alright, What's poppin'? YouTube. Nee, just kidding. Vandaag upper body geknapt met mijn bro Rico. Thanks for the upper body. Shout out to you, man. Maar vandaag hebben we voor jullie de borstroutine gefilmd. Toch? Ben ik zichtbaar? Ben ik helder? Wat is dat? Ik heb een blaar op mijn duim. Ah, blauw. Niks dan. Maar vandaag dus borstroutine. Fucking trein, elke keer. Hoort erbij. Borstroutine. Let's get started. Vandaag borstroutine van mij. Rieke heeft anders getraind, maar mijn borstroutine voor mijn upper day. En deze doe ik 2 keer per week. Dus 2 keer per week gewoon borst trainen. Want sowieso, als je naturel bent, is frequency beter dan, zeg maar, je volume. Dus hoe vaker je doet, des te beter. Dus 2 keer per week. Misschien 3 keer als je niet zoveel last van spierpijn hebt of je bulk bent. Maar 2 keer. Ik praat veel te lang mee. Wat hebben we als eerst gedaan? Benchen. 5 setjes. En ik heb een piramidesysteem gedaan. Dus dat houdt in, je begint met een licht gewicht, scaled it up. En dan ben je bij je 3e set op je hoogste punt. Dan komt de trein eraan. En dan ga je weer naar beneden. Dus wat ik als eerste heb gedaan, is 80 kilo, 12 herhalingen. En je moet eigenlijk bij de 1e set gewoon een gewicht kiezen waar je echt 12 herhalingen gewoon echt mee kan doen. Dus niet dat je struggelt met die laatste 2 herhalingen, gewoon easy kunnen. Dan het gewicht uppen, waar je 10 herhalingen mee kan doen. Dus dan doe je 10 herhalingen en dan check je, lukt dat easy? Dan kan je eigenlijk nog de volgende keer iets hoger gaan de volgende keer. Maar 10 herhalingen en dan de laatste set, dus 3e set, dan is je max. Dan probeer je 8 herhalingen. Deze keer haalde ik maar 6 herhalingen. Dus wat ik dan doe is, ik heb 6 herhalingen gedaan, is het gewicht bij de 4e set weer afhalen en daar 2 bij optellen. Dus als je bijvoorbeeld je 3e set maar 4 herhalingen deed, kan je in je 4e set 6 herhalingen doen. Nu deed ik in de 4e set 8 herhalingen, omdat ik 6 herhalingen deed. Alles cool, bro? Je batterij is bijna leeg. Oké, let's get poppin'. Dus, piramidesysteem, 5 herhalingen. En dus, bij je hoogtepunt, tel hoeveel herhalingen je hebt gedaan. En daar weer 2 bij tellen. En dan doe je dus 8 4e set, 5e set, 10. Easy peasy. Lukte 10? Ja, 10 lukte. Dan, flies. Let op dat je bij die flies echt je schouderbladen naar achteren doet. Ik zie heel veel mensen, zeg maar, zo flies doen. En wat je eigenlijk doet, is je voornamelijk je front delt ermee pakken. Dat wil je voorkomen. Je wil gewoon die chest hitten. Dus schouderbladen echt naar achteren. Zorg dat die chest gestrekt is. En wat ik heel erg lekker vind bij die fly machine, is om even bij het, zeg maar, als je gestrekt bent, toch? Gestrekt. Ja. Om dan even 1 seconde pauze te nemen en dan echt explosief naar voren te gaan. Dus je gaat rustig laten zakken, bam, 1 seconde pauze en dan pam, volop erin. We hebben hier gewoon 5 setjes gedaan en ik raad aan om gewoon 8 tot 12 herhalingen te doen. Om gewoon echt de chest nog even vol te pompen. Let ook op, als je die machine instelt, dat je hem zo instelt waar jij je chest wil hitten. Dus als je, zeg maar, gaat zitten en je arm komt hier, ga je voornamelijk focus leggen op deze kant van de chest. Hoe hoger je gaat zitten, hoe meer je je upper chest gaat pakken. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk een beetje beide werelden pakken. 1 keer beneden, 1 keer boven en zo eigenlijk alles hitten. That's it for chest. Meer doe ik niet. En het zijn dus eigenlijk wel gewoon 10 sets. Kijk, je kan dus ook ervoor kiezen om 4 setjes te doen, 4 setjes en dan nog een andere oefening erbij te doen. Maar meer dan 10 setjes is echt niet nodig om je chest te hitten. Aangezien op het moment dat je steeds meer volume erbij gaat doen, je steeds meer gewend raakt aan dat volume. En het is ook een kleine spiergroep. Het is eigenlijk gewoon een kleine spiergroep. Ja. Want het is niet zoals benen of back, dat je echt, ja, veel meer verschillende kanten moet hitten. Je chest is eigenlijk na gewoon benchpressen al gehit. En door vlees te pakken, pak je net nog meer iets van, zeg maar, die aanhechting bij je schouder. Maar meer is het niet. Dus het is niet dat je 10 verschillende oefeningen hoeft te doen om een bepaalde hoek van de chest te pakken. Want het is gewoon niet nodig. Ik heb veel gepraat deze keer, bro. Let's go to back. Back, we hebben back niet gefilmd. Oh. Het is alleen chest. Maar ik heb veel gepraat. Eigenlijk was dat het. Dus gewoon 5 setjes bench piramidesysteem. Luister wat ik gezegd heb. En ik praat nog steeds door en we gaan door. Nee, ik ga gewoon zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Probeer hem gewoon. Check it out.
doe het gewoon. En geef sowieso een blauw duimpje naar boven, want dan wordt Rico blij. Hij wil minimaal 50 duimpjes zien. Ik zie 300, 400 mensen kijken, maar niet iedereen geeft een duimpje, bro. Kan toch niet? Show een beetje liefde, mensen. Kom mensen, op. Liefde, kom op. Eén druk. Gewoon. Damn, klaar. Meer hoef je niet te doen. Kom. Ba, ba. En comment gewoon even. Zie je? Bro, 100. Er moet 100 eigenlijk, man. 100 kan. Kom op, iedereen moet liefde. Is 50. 100. Ik weet dat we het kunnen, 100. Laat mij deze weddenschap met show some liefde, mensen. Come on. Oké, klaar. We hebben genoeg gepraat. Peace, love. En ik check jullie de volgende keer. Later, man.